Dit varkentje kan wel even gewassen worden. Welkom bij de eerste aflevering van Boerenverstand. In verband met het coronavirus kunnen de beurzen in Harderberg en Gorinchem niet doorgaan. Wij willen nu toch een beetje op de hoogte houden en dat willen we doen met 4 video's. Iedere video heeft zijn eigen thema. Dit is het thema reinigen. Ik ben Johnny Flux, verantwoordelijk voor de groepen machines en gereedschappen bij BTN De Haas. Dagelijks help ik klanten in de winkel met de aankoop van een Kärcher hoge drukreiniger. Hierbij kijken we samen naar de situatie. Wat er gereinigd moet worden, wie er reinigt en hoe vaak dit moet gebeuren. Om in de praktijk te kijken naar welke verschillende opties er zijn en hoe dit werkt, zijn we vandaag bij Loonbedrijf Spottel in Midwolda. En deze deelnemers gaan op 3 verschillende manieren reinigen. Ik ben Anouk van Echtold, werkzaam bij BTN De Haas, collega van Johnny Flux. Nou, ik ga met de koud water spuiten een trekker afspuiten, dus ik verwacht dat ik het langst bezig zal zijn om de trekker schoon te krijgen. Ik ben werkzaam bij de Spottel en ik doe veel transportwerk hier zo. Ik ga vandaag ook mee helpen met het schoonspuiten van de trekkers. Ik heb de warmwaterspuit. Ik ben Hans Spottel, mede-eigenaar van het loonbedrijf. En ik ben ook een soort manager van alles. We doen alle diverse soorten werkzaamheden hier op het bedrijf. Ik ga vandaag een trekker reinigen met warm water en een reinigingsmiddel. Hoe krijgen jullie die machines zo smerig? Dat is niet zo moeilijk. We zitten hier midden in Oldambt en er is één vette kleibende hier. En zeker als het nat is, dus ja, dan zijn ze zo smerig. Hoe reinigen jullie de machines? Nou, we beginnen meestal met koud water. Dan spuiten we eerst het dikste erin af, dat alles even vrij schoon is al. En dan gaan we met warm water doen. We weken hem in, even met schoonmaakmiddel. We doen de borstel erin over. En dan doen we weer afspuiten met heet water of warm water. En dan is het meestal wel goed. Waarom vinden jullie schoonmaken zo belangrijk? Nou, het is natuurlijk een behoud voor de machine, daar begint het mee. Optisch ook, dat moet een beetje normaal goed uitzien. En als je het goed schoonmaakt, kun je ook eventuele kabelschade of andere schade kun je ook sneller zien. Hè? Want als het allemaal onder de klei zit, dan zie je ook de helft niet. Dus je kunt een hoop voorkomen. Wij maken vaak tussendoor ook schoon natuurlijk. Maar na het seizoen, als alle maïs en gras en alle werkzaamheden meest gebeurd zijn, dan worden ze grondig schoongemaakt en dan doen we even wat extra uurtjes eraan besteden. Dat de muizen en de ratten er niet onder de cabine liggen straks. Als we goed willen reinigen, hebben we goede machines nodig. Op naar BTN De Haas. We hebben 2 machines meegenomen bij BTN De Haas. Een koudwater, de 29-4M. En de stoomcleaner, de 10-20. Met de 29 gaan we 1 trekker schoonmaken. Met deze warmwatermachine gaan wij 1 keer met reinigingsmiddel en 1 keer zonder reinigingsmiddel. Anouk! Ja? Kom er maar af. Nou, het viel mij niet helemaal mee. Er zit inderdaad best wel dikke kloete bagger nog op die je haast niet afgespoten krijgt. En het lijkt als je bovenop zit dat je best mooi schoon hebt. Maar zodra je dan wat op begint te drogen, zie je toch wel dat je eigenlijk lang niet alles hebt gehad. Je kan ook wel een wasbeurt gebruiken. Hebben we trekker 1 gehad, gaan we naar trekker 2. Nick, gaan we mooi met warm water aan de gang. Succes!
Ja, je hebt gelijk. Nick! Nick! Hey! Nick! Daar! Hoe is het gegaan? Ja, wel best wel goed. Valt wel lekker op, warm water, spuit er veel beter vanaf. Hans, dan is jou de taak om, om nummer 3 aan te pakken. Nou. Hans, stoppen. Waar nou dan weer? Ah, rijd je, jongen, vandoor. Gosje, jongen. Jumbo. En de schuin ertussen. Wow. Wil je nog in de shampoo? Nee, ik heb me vanmorgen al gedoucht. Hans! Tijd is om! Nou ja, wat was jouw ervaring, Hans, met het reinigen met de stoomcleaner, inclusief reinigingsmiddel? Nou, dat gaat lekker snel, ja, inderdaad. En warm water is natuurlijk een groot voordeel, dat is simpel zat. En als je dan even met schuim erna doet, ja, dan je ziet het vouwen gewoon toch extra aflopen. En ja, het gaat gewoon veel makkelijker, het gaat gewoon sneller, sowieso. En ik zei, even voorbehandelen, even dikste erin af. We hebben alle drie trekkers nu gehad. We gaan er eventjes even snel langs. Trekker 1 heeft dan ook schoongemaakt. Ik kan toch wel zien, na het opdrogen zit er toch gewoon nog helemaal een aanslag op. Nou ja, er zit op zich nog wel hier en daar nog best wel wat vervuiling. Dus we zijn hier nog niet klaar. Trekker 2. Deze is met de warmwatermachine gereinigd. Ook in een half uurtje. Ik kan wel zien, er zit nog wel een aanslagje op naar het drogen, maar minder als met de koudwatermachine. Dus deze staat er al een stuk beter op. Trekker 3. Deze heeft Hans schoongemaakt. Eerst vorige week naar de schoongemaakt en daarna met een shampoo een nabehandeling gegeven. Ja, je kan echt zien dag en nacht verschil. Een mooie glans erop. In een half uurtje tijd, deze staat er prachtig mooi bij. Voordeel van een warmwatermachine is natuurlijk ook de vettige delen. Die spuit je natuurlijk ook gemakkelijker weg ten opzichte van met koud water. 3 trekkers zijn we een half uur mee aan het reinigen geweest. Nou, we kunnen volgens mij trekker 3 wel als terechte winnaar aanwijzen. Het verschil tussen koud water, warm water en warm water met een reinigingsmiddel maakt toch wel het verschil. Trekker 3 die kan weer beschermd naar zijn volgende klus. Denk jij alles te weten over het reinigen met een hoge drukspuit? Test je boerenverstand en doe de quiz op de website. Degene met het meeste boerenverstand, die wint 1000 euro shoptegoed van BTN De Haas. Wees verstandig, doe mee, tot volgende week.